Hey, tof dat je er bent op MENT 55 Met vandaag een van de grootste sterren uit Nederland, echt waar. Frans Bauer. Goeiedag. Welkom. Dankjewel. Je straalt. Ik straal, ik ben gelukkig. Uh, voel me geweldig. Het gaat heel hard. Nu moeten we eerlijk zijn. Hoe, hoe, hoe lang duurt al jouw carrière? Nou, ik ben nu 50 jaar. Ik ben begonnen op mijn negende. Uh, 41 jaar ben ik al uh, artiest. Maar een carrière, dat zijn ups en downs. Maar nu is het toch up, 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 up? Nou ja, ik, ik moet zeggen, uh, downs zijn er niet heel veel geweest. Maar ik ben wel door de loop der jaren heel constant heb ik mijn werk de uh, mogen doen en heb ik ook mijn grootste passie uh, de, de mogen uitvoeren. Dus ja, uh, er zijn wel momenten dat je echt uh, een peak hebt gehad en dat je echt heel veel succes had, had. En ja, dat is eigenlijk de laatste jaren is dat weer een beetje aan het terugkomen. Een beetje. Je ja. gaat terug naar Ahoy. Dat en dat is heel erg leuk. Is toch een mijlpaal. Uh, een zaal te vergelijken met Sportpleizen in Antwerpen, uh -huh. waar ik 51 keer heb mogen optreden al, en dan nu weer twee extra concerten erbij mag geven. Dus nou, we gaan nu voor de 53ste keer, waar ik grenzen heb mogen verleggen. Uh, een zaal waarvan ik nooit had verwacht dat ik had mogen optreden, omdat dat toch iets heel bijzonders is als er 15.000 mensen samenkomen. Uh, ja, ik ben er heel erg trots op dat ik daar mag, uh, mag staan. Ja, dat is 18 en 19 oktober ja. in Ahoy. Hoe lang is het geleden dat je daar nog eens stond met een eigen concert? Dat is nu uh, 13 jaar geleden. Ja, de tijd tikt uh, voorbij. 13 jaar terug was de allerlaatste keer. Uh, en eigenlijk daarna, uh, door wat uh, omstandigheden in, in mijn leven, kwam het uh, van afstel tot, tot uitstel tot ja, op een gegeven moment dat ik dacht van ja, Ahoy, gaan er zoveel mensen nog willen komen? Tot nu dat ik de stoute schoenen weer aan heb getrokken en dacht van nou, het is tijd om weer uh, heen te gaan en mijn fans iets te geven wat ze niet gauw meer vergeten. Ja, en dertig jaar geleden beseft hij dat van, de deur gaat hier dicht en het zal voor lange tijd zijn, misschien voor altijd. Nee, want uh, eigenlijk uh, kort na mijn, uh, na mijn concert is mijn vader komen te overlijden. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik in een periode terecht dat ik dacht van ja, Ahoy zonder mijn vader, dat vond ik lastig. Mijn vader was bij elke beslissing, bij elke ontwerp van het podium, liedjeskeuze. Mijn vader was rijk altijd. En ja, ik vond het gewoon heel lastig om zonder mijn vader dat soort dingen te doen. Tot het moment dat ik vijftig werd, dat mijn kinderen mij verrasten. En mij brachten naar de zaal waar ik heel veel mooie momenten heb gekend, naar Ahoy. En dat ze daar een privé optreden hadden geregeld van een aantal collega's. En ik eigenlijk op dat moment besefte dat ik de verkeerde keuze had gemaakt. En uh, dat heeft me doen besluiten om uh, ja, terug te gaan naar Ahoy. En dat wat ik eigenlijk zeg maar achter heb gelaten... om dat uh, deurtje weer te openen. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Uh, een show wat, uh, ja, wat extra groot is, wat al die jaren ook is geweest. Ik heb er zwembaden opgebouwd gehad. Ik heb uh, kasteelpodiums gehad. Het is echt wel een prestige show. En dat zal het deze keer ook zijn. Dus het is echt een uh, Las Vegas in Rotterdam. Maar ik moet zeggen, het is te lang geleden dat ik er ben geweest. En ik vreug me er echt enorm op. Spannend, hè? Soms moet je, de, ja, soms moet je over een drempel heen. En uh, dat ligt dan niet op artistiek vlak, maar op gevoelsvlak. Mm -hmm. En uh, ja, die drempel ben ik nu over. Ik heb het gevoel dat je echt wel op je gemak zit hier in onze studio. Ik zit er heerlijk. En dat is ideaal voor de tijdlijn. gaan we straks al beginnen. Ja. Uh, maar eerst muziek.